De Unie van Assertieve Vakbonden, UFAF, komt niet alleen op voor Marciano Hellings, de ontslagen voorzitter van de Bond Werknemers EBS, tevens ook penningmeester van UFAF, maar ook voor de geschonden rechten van de werknemers. Gerald McIntosh, voorzitter van de UFAF, geeft tegenover onze nieuwsdienst aan dat niet alleen het geval van Hellings de aandacht heeft van de vakbond, maar ook voor veel meer dat zich afspeelt binnen de EBS. UFAF is hier als ondersteuning voor de OAS-medewerkers. En laat me dit duidelijk zeggen, we zijn niet dat we hier zijn om het ontslag van meneer Hellings aan te vechten. We zijn hier omdat er arbeidsrechten worden geschonden. En dat men daarmee ook rekening moet houden. De OAS is al lang bezig, er worden brieven geschreven naar de directie, naar HR. Maar die brieven blijven onbeantwoord. En dat kan niet in deze tijd waar we leven. Mensen hebben strijd geleverd in het verleden. En zijn zelf dood gegaan. Het is begonnen met slavenarbeid dat er was. Mensen zijn gestorven, zijn dood gegaan. En dan moeten we nu, in deze moderne tijd, niet ervoor zorgen dat directies komen bepalen wat er gebeurt binnen de vakbondswereld. Dat kunnen we niet toestaan. Arbeidsrechten, dat is het belangrijkste wat er nu speelt, worden geschonden. En dat kunnen wij als UFAF, een lidbond die bij ons is aangesloten, niet toestaan. Vandaar dat we zijn om ze die ondersteuning te geven. Een rechtszaak aanmaken. Breng niet de oplossing, want die pijn blijft voor die medewerkers. Tot nu toe hebben ze geen salariscorrectie gehad. Die pijn blijft. Je brengt die mensen naar de rechter. Die mensen moeten gaan werken. Laten we praten aan de tafel. Dat is wat we voorstellen. McIntosh onderstreept dat de vakbondswereld heeft opgemerkt dat het een nieuwe trend is geworden. Dat organisaties vakbonden direct naar de rechter brengen. In plaats van eerst zaken uit te praten. Mensen naar de rechter brengen gaat geen oplossing brengen, want die pijn blijft voor die medewerkers. We hebben het gemerkt de laatste tijd dat dat iets is, die mensen, de bonden direct naar de groene tafel brengen. En de rechter meestal beslist algemeen belang en kijkt niet naar het belang van die medewerkers, maar die pijn blijft. En dat wordt nu opgelost. Laten we aan tafel zitten en praten. En wij als UFAF willen wel praten om een oplossing te brengen in deze zeer ernstige situatie. We kunnen bijvoorbeeld de ILO aanschrijven en dan wordt Suriname op het matje geroepen. Als Suriname zich niet houdt aan de conventies getekend zijn, er wordt in Zwitserland een ILC-conferentie gehouden en daar wordt de land op het matje geroepen. Toch, ik kom uitleggen, want je hebt dit getekend, maar je houdt je niet daaraan. Weet je? En dat weten wij als vakcentrale. Dus maar we willen dat nog niet zo ver laten komen, maar laten we praten. Overheid, kom, laten we praten. Directie, kom, laten we praten. We willen oplossing. De UFAF zal niet leidzaam toekijken dat er wordt getracht vakbondsleiders monddood te maken. Dit wordt gezien als een directe aanval op de rechten en belangen van werknemers en is onacceptabel voor de vakbeweging.